Waarom was racisme in de wetenschap vroeger heel gewoon? Dit is de Universiteit van Nederland. Als je weer een keer naar het Rijksmuseum gaat en je besluit de Eregalerij voorbij te lopen en naar de derde verdieping te gaan, dan zie je daar deze opstelling, 42 gipsmaskers van mannen met individuele trekken en fijne gezichten. En je denkt misschien is het kunst, maar dat is het niet. Het is de erfenis van de rassenwetenschap in Nederland. Nederlandse rassenwetenschappers hielden zich in de 19e en 20e eeuw bezig met het indelen van de mensheid in rassen, de kenmerken daarvan bestuderen en soms ook daar rangordes aan verbinden. Deze maskers zijn gemaakt in de Nederlandse koloniën, in Nederlands-Indië in 1910. En het doel ervan was om de raciale kenmerken van deze mannen van het eiland Nias over te brengen aan het Nederlandse publiek. En dan ging het ze om dingen als brede neuzen, spleetogen en dat soort dingen. Je ziet ook, als je wat dichterbij kijkt, de ongemakkelijke gezichten. Een beetje samengeknepen ogen, die frons tussen die wenkbrauwen. En dat suggereert dat het niet bijzonder plezierig was om zo'n masker van je gezicht gemaakt te krijgen. Ik was eigenlijk wel benieuwd hoe dat voelde, dus we hebben een praktisch experimentje gedaan, waarbij we mijn gezicht ook in het gips hebben gedaan, om te kijken hoe dat was, zo'n masker maken. Ik heb eerst mijn wenkbrauwen ingevet met vaseline, want anders trek je dat gips eraf en gaat het heel erg pijn doen. Dan wordt het aangebracht, dik over je ogen en over je mond, en als je niet oppast ook in je neusgaten. En dan moet je wachten, en dat is echt niet leuk, het duurt 10 minuten, 15 minuten, voordat die mal er weer afgetrokken kan worden. Het resultaat zie je hier. En daaruit kan dan weer zo'n gipsmasker, een positieve daarvan gemaakt worden. Maar je kunt je voorstellen dat zeker in 1910 zo'n man op Nias, die ook niet bijzonder goed wist waartoe dit eigenlijk allemaal diende, dat zeker niet plezierig heeft gevonden als zo'n rassenwetenschapper dat deed met hem. Toch was dit de dagelijkse praktijk van de rassenwetenschap 100 jaar geleden. En het geeft aan dat je bezighouden met de rassen van de mensheid een hele gewone tak van de wetenschap was. Je denkt misschien eerder aan Nazi-Duitsland of zo als het over rassenwetenschap gaat, maar het was veel wijder verbreid, deze discipline. En ook in Nederland waren er tientallen wetenschappers die zich daarmee bezighielden. Eigenlijk al vanaf het moment dat Europeanen andere volken over zee tegenkwamen, vanaf de 16e eeuw of zo, was men geïnteresseerd in de kenmerken van mensen buiten Europa. En hoe die van ons verschilden. En ook of je daar definities aan kon hangen en de oorzaak daarvan kon vinden. In de 19e eeuw kwam daar nog een obsessie bij en dat was objectiviteit en meetbaarheid. Dus men dacht nu, als we iets willen weten over de verschillen tussen die rassen, dan moeten we dat in cijfers uitdrukken, dan moeten we dat kunnen meten. Dus generatie na generatie rassenwetenschapper ging mensen meten. Je kon bijvoorbeeld het binnenste van de mens meten, de schedel of het skelet. En ook dat werd vaak in Nederlands-Indië gedaan. Je kunt je voorstellen dat Nederlanders daar het verlengstuk waren van de koloniale overheid. En dat ze ook dingen konden maken die je in Nederland niet kon maken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een boekje dat ik heb meegenomen. Dit is een gidsje voor de amateurwetenschapper. En het legt precies uit wat je moet doen als je een lijk vindt en je wil een blinkende schedel daaruit verkrijgen. Is men in de gelegenheid zich een lijk of hoofd te verschaffen, dan wordt het vlees ten ruwste weggesneden en het voorwerp in een met tal van kleine openingen doorboorde kist in stromend water, liefst zeewater gelegd. Indien de tijd daartoe ontbreekt, kan men de lichaamsdelen op een zacht vuur in een pot met water laten zeuren, laten koken. Wanneer nu de weke delen er gemakkelijk kunnen worden afgetrokken en de hersenmassa uitgespoeld, dan maakt men de beenderen schoon en spoelt ze met kalkwater af om ze tenslotte in de zon te laten drogen. Men kan nooit genoeg schedels van dezelfde herkomst bijeenbrengen. Ook dit is weer een luguber voorbeeld van de praktijk van dat rassenonderzoek. Naast het meten aan schedels werd er ook veel gemeten aan levende mensen. Er waren er nu eenmaal heel veel van, dus daar kon je heel veel data van verzamelen. Dat ging in de praktijk zo. Je had eigenlijk maar heel weinig instrumenten nodig. Een meetlint was nuttig. En daarnaast heb ik nog twee instrumenten meegenomen, geleend uit het museum, die nuttig waren voor deze wetenschappers. Dit is een schedelpasser die je op de zijkanten van het hoofd zet en waarmee je dus de breedte van het hoofd meet. En dit was vooral belangrijk om uit te vinden of mensen brede, dan wel smallere, lange schedels hadden. En dat werd gezien als een belangrijke rassenverschil. Dus dat kon aangeven wat voor ras je had. Dit is een schuifpasser. Die werd vooral gebruikt voor de neus bijvoorbeeld. Of voor de oren. Het meten daarvan kon ook misschien dat ene verschil aangeven tussen verschillende rassen. En daar waren die rassenwetenschappers naar op zoek. Het meten was dus niet zo moeilijk. Het moeilijkste was mensen overtuigen zich te laten meten. En dan deed men bijvoorbeeld door mensen te betalen met sigaretten. Dan wilden ze soms wel even stilstaan en zich laten meten. Kwam er nou heel veel uit die data die wetenschappers verzamelden? Eigenlijk niet zoveel. En die wetenschappers waren ook behoorlijk teleurgesteld dat ze niet meer vonden. Maar toch bleven ze maar onderzoek doen en bleven ze maar meer dingen meten. Die fascinatie voor rassen bestond niet alleen maar voor de exotische rassen in Nederlands-Indië, maar ook dichter bij huis. Hoe moest je bijvoorbeeld Nederland zien? Was er één oer-Nederlander? Of waren er misschien twee soorten Nederlanders? Blonde Germanen in het noorden en iets kleinere, donkere Kelten in het zuiden? Of waren er misschien drie soorten Nederlanders? Friese, Franken en Saksen, vanouds de stammen die in Nederland woonden. Voor de oer-Nederlander gingen rassenwetenschappers op zoek naar die plaatsen in Nederland die het imago hadden dat ze al 200 jaar hetzelfde waren en dat de mensen er alleen maar met elkaar trouwden, zodat ze raciaal ongemengd waren. En dat was op plekken die toen ook al toeristenbestemmingen werden. Vissersdorpen aan de kust van de voormalige Zuiderzee of op de Friese eilanden, zoals Urk, Volendam, Marken, dat soort plekken. Daar deed men ook metingen aan schedels. Men vond bijvoorbeeld dat op Marken schedels met een opvallend afgeplat voorhoofd voorkwamen, totdat een latere rassenwetenschapper ontdekte dat dat kwam doordat op Marken kinderen een heel strak mutsje droegen, waardoor hun schedel een iets andere vorm kreeg. Er werden ook metingen aan de levenden gedaan, bijvoorbeeld op Terschelling. En zoals je kan zien op deze foto was daar weer de vorm van het hoofd belangrijk om rassen te kunnen onderscheiden. Hier moeten twee mannen hun hoofd laten zien om duidelijk te maken dat er op Terschelling twee soorten rassen zouden voorkomen. Aan de rechterkant het Germaanse met een langere, smallere kop. En aan de linkerkant het Keltische of alpine ras, zoals men dat noemde, met een wat bredere kop. Hoe moeten we dit nu zien? Waren dit soort wetenschappers het soort wetenschappers dat in de oorlog allemaal ging samenwerken met de nazi's? Nee, er was behoorlijk wat variatie onder deze wetenschappers. Een aantal waren wel geneigd tot nazi-ideologie, maar er waren er ook een groot aantal die juist die nazi-ideologie afkeurden. Ze wisten donders goed wat er in Duitsland gebeurde en zeiden dan dat in Duitsland hun wetenschap misbruikt werd, terwijl wat zij deden in Nederland natuurlijk allemaal koek en ei was. Sterker nog, er waren rassenwetenschappers in Nederland die de rassenwetenschap hebben ingezet om Joden te redden in de oorlog. Wetenschappers als Arie de Vrouw probeerden een soort verklaringen te maken waarmee ze probeerden te argumenteren dat Joden, zoals degene op deze foto's, niet van het Joodse ras waren, of misschien maar voor een heel klein percentage, maar van het mediterrane ras. Het waren Portugese Joden, dus je kon makkelijk beargumenteren dat ze ook mediterrane invloeden hadden. Dus zo probeerden ze de rassenwetenschap naar hun hand te zetten, in dit geval voor de goede zaak. Het mocht trouwens niet baten voor de meeste van deze Joodse inwoners van Nederland. De meeste werden weggevoerd naar Duitsland. Deze rassenwetenschappers reflecteerden na de oorlog helemaal niet op, op de vraag of ras nu eigenlijk wel zo'n zinvolle indeling was van de mensheid. En ze bleven geloven in het nut van rassenonderzoek en rassenwetenschap. Er werd dan ook nog heel lang na de oorlog dit soort onderzoek gedaan, veel langer dan je zou denken. In 1959 bijvoorbeeld was er een laatste expeditie naar de Nederlandse koloniën, naar Nederlands Nieuw-Guinea. 2 jaar later zou het onderdeel worden van onafhankelijk Indonesië. En toen werden precies dezelfde metingen aan levende mensen weer gedaan om die data maar te verzamelen. En pas in de jaren 70 en 80 werd dit soort wetenschap steeds minder populair. Omdat toen ook de discussie over de oorlog opkwam en over ras als concept. En omdat DNA-onderzoek toen steeds veelbelovender werd. Goed, waarom was racisme in de wetenschap vroeger dus heel gewoon? Toen dat concept ras nog niet bezoedeld was door de oorlog, was het een serieus onderzoeksobject. En ik wil dat serieus benadrukken, want er wordt nogal eens gezegd dat het een pseudowetenschap is of een nepwetenschap. Maar dit waren serieuze onderzoekers die zich ermee bezighouden en ze hielden zich aan de normen van wetenschappelijk onderzoek in deze tijd. Ze sjoemelden niet met hun data, probeerden niet hun metingen een beetje te vervalsen. Dus het gaat hier om echte wetenschap. Waren dit dus vaak oprechte wetenschappers met een interesse in variatie in menselijke typen? Tuurlijk. Kunnen we ze tegelijkertijd ook racistische wetenschappers noemen? Ook natuurlijk. Dit waren mensen die achter gewone kenmerken zoals huidskleur en haarvorm een essentie van ras zagen. En die dus het idee verbreidden dat ras een zinvolle en wetenschappelijke categorie was. Het waren geen nazi-wetenschappers dus, maar wel degelijk racistische wetenschappers. Dank jullie wel.